VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en welkom bij VVV TV. Na de nederlaag tegen PEC Zwolle revancheerde VVV zich afgelopen vrijdag op bezoek bij Top Os. De ploeg van trainer Rick Kruijs kwam op achterstand, maar pakte uiteindelijk toch 3 punten door een doelpunt van Nick Venema in de blessuretijd. Nou, je hoopt natuurlijk wel eerder een goal te maken. En, ik vond dat wij de beste kans en ook de meeste kansen hebben gehad. Maar ja, dat hij dan zo op het einde valt, dat was natuurlijk wel mooi. Ja, had je nog vertrouwen erin dat hij zou vallen? Ja, aan de andere kant was het natuurlijk wel echt de allerlaatste minuut waarin we maken. Maar ik wist wel dat hij kon vallen. Het was een goede actie van Mitchell. Sven legt goed terug. En ja, dat is natuurlijk wel een kwaliteit van Nick Venema. Kruijs is blij met de zege. Maar is hij ook blij met de manier waarop deze tot stand kwam? Het begin goed. Na een moment natuurlijk dat we niet de tweede bal winnen. Dat we niet goed staan. En onnodige penalty tegenkrijgen. Ja, en dan moet je jezelf weer in de wedstrijd knokken. Dat duurde even, vond ik. Nou ja, en toen ongeveer een minuut of 10 voor de rust, toen vond ik ons eigenlijk weer in de wedstrijd komen. Wat ook resulteerde in de goal van Timer. Je geeft wel weer een penalty weg voor de tweede wedstrijd op rij. Ja. Is dat iets wat je dan nog aanhaalt bij die jongens? Ja, natuurlijk. Na afloop, omdat we niet goed staan en daarom zo moeten repareren. Alleen, we zijn er veel mee bezig. En we hebben nu 2 wedstrijden op rij in dat blok een penalty tegen gehad. Ja, dat moet gewoon beter. Ben je nou wel tevreden over de reactie in de fase daarna? Nee, zeker. Ook Richard, degene die penalty veroorzaakt. Als ik zie hoe hij doorgaat, hoe hij zich bemoeit in het aanvallende spel. Dat was natuurlijk een goede reactie. In de tweede helft ging het spel op en neer. Staat Kruijs dan rustig naast het veld? Nee, niet rustig. Ik vond dat wij wel een stuk meer kans hadden dan dat zij hadden. Ik vond dat zij wel een paar keer gevaarlijk werden in de omschakeling. Eén kans kregen dat die bal volgens mij door Robert zelf bijna langs Sima ging. Maar verder vond ik dat wij vooral dreigend aan de bal waren. En ja, vond ik het jammer dat we dat niet eerder beslisten. Nick Venema maakte winnende. Die zat een beetje daar tegenaan te hikken. Merk je dat ook aan hem? Ja. Hij is dan aan het forceren, maar hij moet helemaal niet forceren, omdat hij gewoon een goalgetter is. En die kansen missen, daar heb ik niet zo'n probleem mee, omdat ik weet dat hij uiteindelijk gewoon weer zijn goals gaat maken. Dan komt er nu een bijzondere wedstrijd aan voor Nick, maar ook zeker voor jou, Jong FC Utrecht. Kijk je dan uit? Tuurlijk, ik kijk naar elke wedstrijd uit. En dit is de eerste keer dat ik weer iets Utrechts tref, waar ik veel bekenden heb. Maar goed, uiteindelijk is het gewoon VVV tegen Jong FC Utrecht en niet Rick Kruijs tegen Jong FC Utrecht. Moeten wij gewoon doen waar we mee bezig zijn. En dat is punten halen. En dat is na Jong Utrecht 5 gespeeld, 12. Kruijs benadert het dus als een normale wedstrijd. Maar er zullen vrijdag wel veel bekenden en familieleden op de tribune zitten. Ja, best veel. Omdat die hebben gekeken naar het programma natuurlijk. Aan de andere kant speelt Utrecht 1 ook op vrijdag. Dus ze gaan er ook weer een hoop taan naartoe. Maar er komen er wel een aantal, ja. Mijn familie vindt het sowieso leuk in Venlo. Ja? Ja, mijn familie vindt het leuk in Venlo. En jij ook? Ik ook. Ik ook. De sfeer is goed hier. Het spel is bij vlagen goed. De heerst een bepaald soort enthousiasme in het stadion. Zelfs als we verloren hebben. Hè. Dat vond ik wel mooi hoe de supporters reageerden na de 0-4. En ik denk dat er iets is aan het ontstaan hier in Venlo. Tijd om matchwinner Nick Venema aan het woord te laten. Hoe beleefde hij de wedstrijd tegen Top Os? Ja, ik denk een wedstrijd waarin wij eigenlijk wel gewoon de betere waren. Alleen dat we steeds net niet tot uitgespeelde kansen, de eindpaas net niet goed. En ja, kans op kansen lieten liggen. En ik denk dat we ook nog wel wat schoten hebben gehad op goal uiteindelijk. Dus ik denk niet dat het heel onverdiend was dat we deze nog wonnen. Het gebeurt wel in de allerlaatste minuut. Wat kwam er allemaal los bij jou? Want jij maakte winnende. Ja, natuurlijk eerste goal van het seizoen. Laatste minuut, belangrijke punten, dus eigenlijk best wel veel. Ik ben natuurlijk een spits. Je zegt inderdaad, je eerste van het seizoen. Zat je daar al tegenaan te hikken? Ja, het werd wel tijd. Natuurlijk vorige week ook die kans tegen Zwolle, die dan misgaat.
En dan, ja, dan is het wel extra lekker dat je hem op zo'n moment maakt. Zit je daar vaak mee in je hoofd dan ook met die kans tegen Zwolle? Of hoe gaat dat bij jou? Op een gegeven moment niet. Alleen als je dan 1-op-1 situaties komt, dan heb je af en toe nog wel even van ja, deze moet er wel echt in nu. Maar nu is dat gewoon helemaal weg. Venema heeft zijn eerste doelpunt te pakken. Maar helemaal tevreden over zijn eigen seizoenstart is hij nog niet. Ik denk dat Almere dat ik goed begon. Daarna dat het iets minder was, de twee wedstrijden daarna. Gewoon een stuk minder. En ik, ja, vrijdag op zich wel redelijk goed opgepakt, denk ik. Goal en assist, dus ik hoop dat voortouwen. Venema ziet niet alleen bij zichzelf, maar ook bij de hele selectie vooruitgang. Ik denk dat, ja, dat we als team heel erg gegroeid zijn gewoon de laatste paar weken. Je ziet bijvoorbeeld de manier hoe we de laatste goal vieren met z'n allen. Iedereen wil voor elkaar werken, iedereen is met elkaar bezig. Dus ik denk dat dat echt het grootste verschil is ten opzichte van vorig jaar. Is het voor jou ook lekkerder voetballen nu dan? Ja, het is, we spelen een heel ander spel ook. Ik denk dat ik hier beter op mijn recht kom. Vorig jaar was het heel veel verdedigen, inzakken alleen maar. En als aanvaller wil je natuurlijk zo min mogelijk verdedigen. Dus ik denk echt dat dit een stuk beter ligt voor mij. Je vormt voor een tandem met Sven. Hoe gaat dat? Ja, ik denk dat het steeds beter gaat. Dat we elkaar steeds beter beginnen te begrijpen. En natuurlijk ook Sven van de week de assist op mij weer. Dus ik denk dat het steeds beter gaat. Met die goede vorm werken Venema en VVV toe naar de wedstrijd tegen Jong Utrecht. En dat betekent voor Venema een weerzien met zijn oude club. Toch voelt het voor hem niet als een hele speciale wedstrijd. Ja, gewoon eigenlijk hetzelfde als normaal. Het is niet dat het voor mij heel anders is nu, omdat ik natuurlijk de laatste jaren ook verhuurd ben. Dus ik heb die wedstrijd al best wel vaak gespeeld nu. Dus het is voor mij eigenlijk niet anders dan bijvoorbeeld vorig jaar. De laatste keer tegen Jong Utrecht ging het wel goed, ook bij jou. Ja, toen wonnen we inderdaad 3-2. Dus hopen dat we het dit jaar iets makkelijker voor onszelf maken. En gewoon wel weer met de 3 punten weggaan. En hopelijk een doelpuntje voor Nick Venema. Ja, hopelijk wel. Maar als we hem winnen zonder een doelpunt van mij, dan is ook prima. Dan is het nu tijd voor de eerste verkiezing van het doelpunt van de maand. Stem nu via de link in de beschrijving van deze video. Thuis openen ze het seizoen tegen het altijd ambitieuze Almere City. En het begin is uitstekend voor VVV. Want Kees de Boer maakt binnen 7 minuten de 1-0. Zijn eerste doelpunt in het Nederlandse betaald voetbal. Op aangeven van Rick Ketting, een van de nieuwelingen bij VVV. Haan, vorige week in de spits, begint nu op de bank. Ondertussen hier een spaarzame aanval van VVV, maar het is wel meteen raak. Tijmen Verheijen. Het is pas het tweede schot op het doel van VVV in deze wedstrijd. Maar het is wel meteen raak. Goede combinatie met Sven Braken, die geeft die bal op maat terug. VVV. Daar is een voorzet, een lage voorzet en daar is de gelijkmaker. Tijmen Verheijen. Hij scoort de 1-1. En natuurlijk vreugde bij de uitfans. Venema. Ziet daar de ruimte en daar is heel veel ruimte bij Tijmen Verheijen. We zitten dan in de 93ste minuut. Het gaat niet lang meer duren hier als de bal nog 1 keer voor wordt gegooid. Het afleggen en... Oh jee, daar is hij weer. Nick Venema, hij scoort de 2-1 alsnog voor VVV. Zijn maatje voorin, Sven Braken met assist. Als Van Rooyen die bal nog een keer voor het doel gooit. Venema, laag, hard en dan toch de winst voor VVV Venlo. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.